We zijn het erover eens. Het is duur om te isoleren. We moeten de mensen geen blaasjes wijsmaken. Gelukkig is er de overheid om ook daar steun te bieden. Hè? Ja, de diverse overheden hebben steunmaatregelen. Ten eerste premies. Hè. Voor alle soorten isolatie kun je aanspraak maken op premies. Zowel in het Vlaams gewest als in het Brussels gewest is er nu sprake van een eengemaakt premiestelsel. Dat maakt het voor de consument ook makkelijker om er zijn weg in terug te vinden. Er is ook een btw-verlaging voor woningen ouder dan 10 jaar, voor alles wat isolatie aangaat. Op voorwaarde evenwel dat je het door een vakman laat plaatsen. Dat is wel een belangrijke voorwaarde. Nu, het is misschien goed om mee te geven dat als je isoleert, dat het kadastraal inkomen van je woning daardoor niet verhoogt. Dus dat wordt soms wel een keer gedacht, maar dat is niet zo. En in de diverse gewesten heb je vaak ook speciale kredieten die je kunt krijgen. Goedkope leningen, soms renteloze leningen. Zodanig dat je toch voor een vrij groot bedrag kunt gaan lenen tegen een zeer lage rentevoet of zelfs een nul rentevoet. Wat moet helpen natuurlijk om de investering te gaan doen. Een andere mogelijkheid is ook nog dat je eventueel, als je al die kredieten niet kunt opnemen, dat je eventueel een wederopname doet op je hypotheeklening. Op die manier vermijd je dan hypotheekkosten of notariskosten. Dat is ook nog een andere optie. Oké, Roger, dankjewel. Het is super interessant. Isoleren is de basis van alles als het besparen aangaat. Wil jij meer weten over isoleren? Neem dan zeker een kijkje op onze website.